Dat is mijn baby. Hallo, vandaag zijn we vrijdag 1 maart en ik ga verder aardbeien verpotten. De vorige keer was ik nog niet klaar, dus ik had er een paar in de frigo gestoken. Want dan blijven aardbeidjes goed. Maar misschien is het wel eerst leuk om met jullie de serre te horen, want er is hier nogal wat veranderd. Ik ben even aan het kijken naar Piep, de poes. En ze denkt zo, wat is dit hier? Dag Piep de poes. Oké. Een nieuwe zak bloemaarde. Piep de poes. Een volle gieter water. Piep de poes. Plantjes die blijkbaar niet dood zijn. En mijn aardbeienplantjes die ik de vorige keer van plaats heb verwisseld. Sorry Piep. En ze zijn nu eigenlijk al een nieuw blaadje aan het krijgen. Nieuwe blaadjes. En mijn pa die de sla hier heeft gezet. Gaat ook goed. Het wel een beetje wiet tussen. Dus misschien moet ik daar een keer tussen gaan rakelen. En Piep de poes die van alles aan het uitspoken is. En hier slaplantjes die uit de zaailens komen te groeien. En daar heb je de poes dat hier rare dingen aan het doen is. Misschien heeft ze wel een muisje gevonden in de serre. We hebben de ruiten van de serre gekuist. Ze zijn echt zo mooi nu. Handen. Heel wat aardbeidjes verpot en nu gaan we even terugrusten. Het is genoeg geweest voor even. Ik heb nog een zak vol. En ik heb er daar nog. En daar nog wat aan werk. Maar we gaan ze denk ik niet allemaal houden. Dus dit is gewoon echt te veel. Ik had geen zin om mij weer een uur te filmen terwijl ik aardbeien verpot. Omdat jullie dat al genoeg hebben gezien. Maar ik laat jullie wel het resultaat zien van mijn uur verpot.